natuurlijk redelijk uniek. Vanaf 15 december kunnen de Barenaars en de Soesters hier zo terecht om te kijken in het paleis. En het lijkt ons heel leuk om in het laatste weekend dat de Barenaars hier zo naar binnen mogen, om een programma te maken. De presentatie is in handen van Ans van Egdom en Kees Veerling. En we hebben drie gasten hier, en die ga ik vast even voor u noemen. Fred Lammers staat naast me, Wim Veldhuizen en Henk Westerlaak. En met hen gaan we in gesprek over het paleis en de bewoners van het paleis. En met Fred Lammers, want die heeft natuurlijk ook diverse contacten hier in het paleis. Veel gelopen hier, veel boeken geschreven. En fijn dat u hier ook aanwezig kon zijn. Hoe bent u eigenlijk hier betrokken geraakt bij het paleis? Hoe bent u hier terechtgekomen? Ik was natuurlijk wel regelmatig hier geweest als journalist bij officiële gelegenheden, bij verlovingen en noem maar op eigenlijk. En toen op een keer, het was in het begin tachtige jaren eigenlijk. En dus ik ken die mensen wel allemaal, omdat ik ze ontmoet had. Toen komt de prins ineens op me af. Van 10 meter lopen. Nou, en even, dus mijn collega, ik vond het best leuk, vind je dat natuurlijk. Mijn collega's die keken, denk nou, was dat aan de hand? En toen zei hij, heb ik gisteren niet goed mijn bek gehouden, zei hij toen. Nou, toen zei ik, ja, dat is wel heel... Nou, toen was dat meteen toch weer, nou ja... Het is toch een heel informeel contact wat het was heel informeel. Ja. Maar ja, later, heel wonderlijk, later heb ik er wel eens... denk je over, nou, hoe is dat tot stand gekomen? Dat, ja, hij wilde... De prins had, nou ja, met diverse journalisten had hij wel intense contacten. Hij had gewoon iets in zijn hoofd, heb die Bob Schips, heb die ingeschakeld. Want hij wilde gewoon als tussenpersoon gebruikt om die ontmoeting te hebben of zo. Ja. Maar... het blijft een wonderlijk iets eigenlijk. En uiteindelijk, daar kan ik straks wat meer dan over vertellen. Maar dat was dan de eerste ontmoeting. En toen is dat later naar verder gegaan met dat boek. Maar dat zijn ook verhalen. Maar ja, dat komt er straks aan de orde dan. Nou, ik denk het een heel mooi moment om even weer met een stukje muziek verder te gaan. Maar ik vond dit al... daar doen we het programma voor, vind ik eigenlijk. Om dit soort leuke contacten die dan gelegd zijn in de tijd te horen. Henk, jij hebt ook regelmatig contacten gehad met het paleis hier. En als voorzitter van de Oranje Vereniging van Baren kwam je hier natuurlijk ook. Maar over de geschiedenis van de Parijs weet jij ook heel veel. Ja, ik heb me daar nog wel eventjes mee bezig gehouden, Kees. Want ik wist niet alles meer uit mijn hoofd. Maar ik heb zelfs een speakbriefje meegebracht. Want die geschiedenis van het paleis die gaat eigenlijk al een goede 350 jaar terug. Dat is lang geleden. Ja. Als je rekent dat zo'n gebouw dan al 350 jaar oud is, althans een gedeelte daarvan, dan... dan heb je toch een bewondering voor het feit dat het er nog zo bij staat. Dus heel langzamerhand werd het een wat groter gebouw. Ja, ik heb begrepen dat zelfs de laatste verbouwing in 1970 nog heeft plaatsgevonden hier zo. Ja. Dat is hier aan de achterkant, de kamer waar Prins Bernhard als laatste eigenlijk zijn secretariaat had. Ja, ja. Die is er toen nog bijgekomen. Ja. Nou, het kan best zijn, Kees. Ik was nog niet aan die periode oh, toe. Oh, je was er nog niet aan toe. Ik loop een heel stuk vooruit, maar we zien dus eigenlijk een paar dingen. Het is een veel kleiner gebouw geweest. Ze zijn steeds aan het verbouwen geweest en... ook het terrein is steeds uitgebreid. Dus ja, ja. Oh ja, dan moet ik nog even zeggen dat het paleis ook heel vaak bewoond is geweest door koningin Emma, de regentes. En ik denk dat heel veel oud-Barenaars zich nog wel herinnerden dat ze hier vooral in de zomermaanden was. En dan reed ze met haar koetsje door Baren heen, door de bossen heen. Verhalen heb ik wel eens gehoord, ja. Ja, er waren ook uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen dat niet iedereen zomaar haar zou aanspreken. Je moest met de hoed de hand, als ze eraan kwam, moest je aan de kant gaan staan. En je mocht vooral niet zwaaien en niet roepen en niet schreeuwen. Er is ook een toneelstuk van Nel Kars, hè, over Emma. Heb je die gezien? Ook een van de mensen die al heel lang eigenlijk op Paleis Soestdijk komen. Hè? Een van de mensen. Jij, volgens mij heb ik jou al eens op foto's gezien dat je hier met een parachute naar beneden komt. Dat is toch niet de meest makkelijke manier om het paleis binnen te komen? Of misschien juist wel? Ja, voor mij wel. Ja. Ja, nee, en, maar ter gelegenheid waarvan is dat in de tijd gebeurd? Ja, als ik even teruggrijp wanneer ik hier voor het eerst was. Ik denk dat dat was met de verloving van Beatrix en Klaus. Toen hebben wij met de schoolkinderen van de lagere scholen in Baren en Soest een serenade gebracht. Ja, ik denk dat Concordia Voorwaarts daar ook speelde. En ik was verzocht om die kinderen te dirigeren voor de paar liedjes die wij zongen, die we niet hebben kunnen instuderen. Later wel, toen koningin Beatrix de kinderboekenweek hier geopend heeft. Maar in ieder geval, dat was de eerste keer dat ik eigenlijk op paleis kwam. Maar de Prins Bernhardzaak, die ligt heel anders. Ik heb 18 jaar in het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart gezeten. En Prins Bernhard was erevoorzitter daarvan. Dus onze contacten lagen vooral op luchtvaartgebied. Ik ben om op zijn verjaardag als aardigheidje eigenlijk uitgenodigd om te komen. Zij door de lucht. Ja. En ja, dat hebben we dan maar gedaan. Het is eigenlijk een beetje traditie geworden. Ik heb dat wel een keertje of 20 gedaan, geloof ik.
Los van die dingen heb ik dan ook nog wel wat contact gehad. Bijvoorbeeld, dan zei de prins, kunt u, want wij bleven altijd keurig u zeggen natuurlijk. Ja. En hij ook tegen mij. Ik denk, wie ben ik dat hij, de prins, u tegen mij zegt. Ja, ja. Maar ja, allereerst willen we even weten hoe u heet. Petra Colijn. U heeft ook, heb ik begrepen, ook eigenlijk nog een speciale band met het paleis. Hè? Ja, daar denk ik, heb ik heel veel aan gedacht tijdens de rondleiding. De verhalen van mijn vader, die hier werkte. Zijn werkplek was in het paleis Noordeinde. Maar hij kwam hier vaak voor zijn werk. En ja, hij vertelde wel eens wat, heel minimaal, maar... De sollicitatie was bijzonder. In die zin, toen hij dus uitgenodigd werd om kennis te maken met prinses Juliana, koningin Juliana, ja, moest hij voor het gesprek hier zijn. En toen was dat waarschijnlijk in deze tuin, dat hij dus voor het eerst gesproken heeft met haar. Ja. En toen, dat is natuurlijk, denk ik, als je gaat solliciteren, als je uitgenodigd wordt, die gaven waren er toen voor. Toen bleek achteraf dat hij dus tijdens het gesprek één of twee keer de zilveren lepel van zijn theekopje afviel. Ja, toen zei Juliana, die zei, het was Nicolijn, het is topzwaar. Want dat lepeltje, ja, ja. Hij was toch heel zenuwachtig. Maar hij wist helemaal niet waarvoor hij eigenlijk moest komen op bij de koningin. Ja, ja. Ja. Dus dat zijn, en hij had een Volkswagentje, want mijn broer zegt net tegen mij, toen kwam papa met zijn Volkswagentje, reed hij de paleistuinen in. Dat is op zich, dat zijn van die dingen die blijven hierbij. Dus wat dat betreft heeft het paleis ook een hele speciale plek. Weet je, ja. Daarom zijn we hier ook. Ja. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, ik wil u heel hartelijk danken voor deze reactie hier zo. En u gaat nog even genieten van de tuin hierachter? Ja, misschien nog een keer terugkomen als het... Voorjaar. Dankjewel. U luisterde naar Baren FM en ik wil nogmaals mijn gasten heel hartelijk danken voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan dit programma. Dankjewel.